hier buiten gaan rijden en wij uit de biefstuk komen werken, zullen er veel minder doppers zijn. Denk je dat moeilijk zou zijn om al die mensen in buiten te krijgen? Hoe zou je dat willen organiseren om al die mensen in buiten te krijgen? Hier en daar een mondpoort te nemen? Maar die moeten gewoon afvloeien, hè? We beginnen met de illegale en de criminelen terug te sturen naar hun thuisland. En dan beginnen met de werklozen. Al diegenen die aan hier werken, allemaal buiten. Maar al die kinderen bijvoorbeeld, wat zou je daar dan mee doen? Zou je die in een trein zetten om naar het buitenland te gaan? Of, Nee, we zouden die... juist komen. Er is een geweten in zijn vlakkaf tegen mij, ze weten waar je komen doen. Dat zijn alle profiteren en goed komen poepen zetten in een vlakkaf. Zeg maar dan toch niet bemazig. Het eerste is dat ze kennen als die binnenkomen, hè. Dat is een beetje poepen, niks betalen. Dat is al wat ze kennen. Dat kennen ze al op vuilheid als ze binnenkomen. En daarna zijn wij, in de zekerkast, in de vijkbank. Dat kennen ze ook, maar voor de rest niks. Beeld op, hè. Staat er een Belgische, hè. En die is getrouwd met een Marokkaan. Maar over tijd had hij toch zo'n lijk lied dan. En wij met wie? Hé, hey, Marokkaanse. En we hebben dat gehoord tegen ze in de winkel, hè. Al zei ze, ik moet 9 jongen, maar zei ze. Dan moet ik niet meer gaan doppen, dan heb ik zo wel mijn geld. Er zijn er veel kapot gemaakt, maar dat misschien wel de reden vergat hij men ook, hè. Welke reden, denk je? Nou, dat weet ik niet. Verwaard. Hij heeft onder andere 6 miljoen mensen laten vergassen, waaronder zigeuners, homo's. Nou, ik pak daar niet op. Kalisten, gehandicapten, zit daar niet zwangere vrouwen. Die organiseert hier alles, dus. Nee. Vrouw, die is al met hem. Maar vrouw, dat we er moeten op stemmen. Wel, wij vragen, wat zou u doen als u zegt komt, dat hij best terugkomt? Blauw blok is goed. Blauw blok is goed. Nee, hier terugkomen. Hier terugkomen. Hij vindt dat, ja. Ja, en dan al die anderen in de gijs komen. Nee, die niet, hè. Want daar leven we van, hè, van die anderen, hè. Diamant, hè? Wie moet volgens u kapot gemaakt? Ja, de migranten, hè? Je weet dat de laatste waren op het bestond uit de jouw migranten. Ik ben een racist, hè? Ja, maar voor jou, ik ben een racist, hè? Nee, waar is het? Nou, ik heb geen werk. Meneer, is dit die werk? Ja, wat doet u? Ons ook! Een partijakkoord! Een partijakkoord! Een partijakkoord! Voilà. Maar ik kust een vierkant is hier. Vierkant is mijn klote, ik zal het zo zeggen. En ik stem daarbij voor het plantblokje. En heel simpel. Mooi, hè? Ik denk dat ik morgen met zo'n mis ga rondlopen, want daarvan is het niet goed. Ik heb het gelezen, dat is straks. Of secretariat ook, hè? Als je nou wacht tot 12 uur, hè, moet je wachten. En dan moet je wachten tot schuil lopen. En dan moet je boten, maar alleen oeren. Oeren. Oudste school. Ik weet niet waar wij beland zijn, maar u moet het zien. Dus gewoon heel die school achter. Kunt u zien wat dat er inderdaad een toestand is? Dat is dat 100% bijna. Allemaal hier het aventurelijk toeristen. Is er ook een fascist daar al? Ja, die straat daar is. Van slot spreekt meneer Anderen Zwijgen. Die is daarom radicaal van nationaal. Zijn brandblok onder lijst nummer 2. Laat ons van Antwerpen geen Amsterdam maken. Daarom stelt het brandblok harde aanpak van criminaliteit en vandalisme. Zware bestrijding van de drughandel en de drughandelaar. Terugkeer van de vreemdeling naar eigen land. En de misdadiger waar we straffen. Kies daarom radicaal, transnationaal, zijn brandblok onder lijst nummer 2. Meneer, we komen iets afgeven van het Vlaams Blok. Jij kent het Vlaams Blok? Dank u. Dat is goed. Ja. Nummer 2, de zondag.
Bedankt. Alsjeblieft. Dan staan we allemaal voor nummer 2. Ja? Allee, dat is goed. Dat is Blok, jullie kennen ons. We zijn er die ervoor gezorgd hebben dat hier achter de hoek in de Van Perenboomstraat dat er geen moskee kwam. Dat zijn we. Dat is juist. Dus daarom de zondag, wij komen op, nummer 2. De eerste partij die je tegenkomt op de laatste. Als je wilt, het zou vriendelijk zijn. Goed, het is voor uw eigen belang, hè? Ja. We moeten van Burger Rocco terug Burger uitmaken. Hier, zeg maar, waar kom je? Zeg jij wel van Blok weer? Laatste nummer 2. Ken je ons? Ja. Bedankt voor Burger Auto. Nee, maar zeker. Stemt u voor ons? Ja, zeker. Dat is de eerste, hè? Geen vreemdelingen, vreemdelingenpaar. Nee, ze werken niet, inderdaad. Nee. Ze toppen hier. Ze pakken alles. Ze kopen van alles en nog wat. Zijn we direct de chique notte? Ik zeg, ze hebben nog maar één beter gekund dan zes. Dat is een dolf in de hand. Ja!